geboren tot mijn maat. We hebben samen 4 mooie jaren gehad. De tijd is omgevlogen en ik heb veel van je mogen leren. Je hebt mij een plek in jullie gegeven, iets waar ik je dankbaar voor ben. Ook ik sta achter jouw beslissing om het roer om te gooien. Dat wil niet zeggen dat ik jou als maat zal missen. Zwanger, hè? Dan krijg je emotie. Maar als kapitein van Nune verlaat Marietje nu haar schip. En ze gaat verder als matroos voor UNICEF. Nune zal een karakteristieke persoonlijkheid moeten gaan missen. Daar ben ik van overtuigd. Maar zoals je zelf altijd zegt, de beste stuurlui staan aan wal. Mijn nieuwe collega en ik zullen samen in Nune staan voor goede verloskundige zorg. Zorg zoals jij die ook altijd gegeven hebt. Ik wens je een behouden vaart. Bij deze wil ik Nune ook graag voorstellen aan mijn nieuwe collega. Eefje Donders, zou je naar voren willen komen? Marietje en ik heten Eefje heel hartelijk welkom in Nune. Mevrouw Magies, dames en heren. Het is vandaag een hele bijzondere dag, mevrouw Magies. Want voor vele inwoners van Nune is dit geen gewone zondagmiddag. In plaats van op de koffie te gaan bij opa en oma of bij iemand anders, zoeken hele families elkaar op, soms zelfs tot 3 generaties, om hier vandaag naar de raadzaal in het klooster te komen. En die bijzondere middag die is ingegeven door het feit dat u vandaag afscheid neemt na 40 jaar als voetvrouw van Nune. Heel Nune neemt, dames en heren, afscheid van zijn voetvrouw. Want u was gedurende 35 jaar de steun en toeverlaat van heel veel Nunense vrouwen. En ik heb nagevraagd hoeveel het er zouden kunnen zijn, maar niemand waagde zich daaraan. Dus ik houd het maar even op vele honderden. In een hele belangrijke periode van hun leven. En als het er meer dan 1000 zijn, blijven het zeer vele honderden. U neemt afscheid vandaag. En u neemt eigenlijk afscheid, mevrouw Magies, van een manier van leven. 40 jaar in het verloskundige vak. Dag en nacht klaarstaan. Midden in de nacht op pad gaan. En als iedereen ligt te slapen, snel met de auto op weg naar een bevalling. Zelfstandig vroedvrouw zijn betekent een beroep uitoefenen met weinig vrije dagen. Altijd op pad met een pieper en tegenwoordig met de mobiele telefoon. Maar ook met een manier van werken die tegenwoordig niet vaak meer voorkomt. Want heel vaak heeft de zelfstandige praktijk plaatsgemaakt voor verloskundige praktijken met wel 4 of 5 verschillende verloskundigen die daar ook vaak part-time werken. U stond altijd voor een persoonlijke aanpak, omdat u vond dat vrouwen in die belangrijke fase van hun leven niet aan een onbekende gekoppeld zouden moeten zijn. In 1972 vestigde u zich als zelfstandig vroedvrouw in Nune. Eerst woonde u vooraan in de Beekstraat, maar al snel volgde de verhuizing naar het eind van de Beekstraat, naar de rand van het dorp. Een stukje Beekstraat, dames en heren, dat later Prinsenweijer ging heten. En dat was niet steeds makkelijker in die eerste jaren. Want al de zwangere vrouwen, die moesten heel vaak op de fiets, een heel eind fietsen, om bij u te komen. Landelijk gelegen met al die boerderijen en boerenfoksen die soms naar enkels hapten. En in het donker was het moeilijk vindbaar. En bij de eerste afspraken, zo luiden de verhalen, hebben velen de weg moeten vragen bij boerderijen in de buurt, voordat ze eindelijk de praktijk gevonden hadden. Maar misschien was dat wel een goede selectiemethode van u, mevrouw Magies.
Want u zei altijd, zwanger zijn is geen ziekte. Gewoon blijven fietsen, naar de controles komen en niet zeuren. Zwangeren heten dan ook niet patiënten, maar gewoon zwangeren. En alle aandacht ging daarna die zwangere en later natuurlijk als het kind geboren was, naar het kind. En was er iets aan de hand, dan was u er ook voor al die mensen. En eigenlijk was u er ook voor het hele gezin. Ook al had u net vrij, is mij verteld. Met een praktijk aan huis en toen 3 kleine kinderen voor uzelf was het in het begin druk. Maar u regelde het goed en iedereen kon altijd op u, zoals gezegd, een beroep doen. U hield van tradities, want u had naast die computer ook altijd uw eigen boek, uw bijbeltje, naast uw bed liggen. Want daarin stonden, dames en heren, alle gegevens van alle zwangeren. En zo kon u ook midden in de nacht heel snel gegevens opzoeken van al die vrouwen die in die nacht uw hulp nodig hadden. Ik heb mevrouw Magies ook nog uit een hele speciale hoek wat informatie gekregen die ik graag, dames en heren, toch wel even hier wil noemen. Want zo had u, en dan kom ik toch weer even op die mannen terug, had u de gewoonte, als de zwangeren bij u kwamen voor controle, om die mannen op een krukje te zetten. Alsof ze er eigenlijk niet helemaal bij hoorden. En de zwangere zelf, die zat natuurlijk in een comfortabele stoel. Maar, zo was het. Dat is heel lang geleden, want... En later, toen de praktijk verbouwd is, toen werd dat ook voor de mannen werd dat beter. Maar het is een hele periode, en in al die perioden zijn er natuurlijk verhalen. Zo is het ook het verhaal dat als u bij een vrouw kwam die moest gaan bevallen, dat u naar boven ging, want daar lag betrokkenen meestal. En dan ging u voor het eerste onderzoek en u nam alleen uw kleine tasje, uw visitetas nam u mee. Maar als u zag dat de bevalling daar was, wierp u naar de aanstaande vader uw autosleutels, ik neem aan van de trap naar beneden. En die moesten dan het koffertje met alle belangrijke spullen voor de bevalling uit de auto halen. En daarmee was op dat moment in al die huizen ook duidelijk wie in die uren daarna de baas was. U hebt het, mevrouw Magies, op een fantastische manier gedaan. Met liefde voor het vak, dat is mij van zeer vele kanten verzekerd. En het is dan ook dat u nu afscheid neemt in een, dat weten we allemaal, voor uw moeilijke periode. Is het dan ook nu het moment om u daar ook namens de totale gemeenschap dank voor te zeggen. U gaat... het mooie vak van vroedvrouw verlaten. De tijd is aangebroken voor water, wind, ruimte en rust. Wat u gaat varen, is ook verteld. En voor iemand die zich zo lang ingezet heeft voor kinderen, is het eigenlijk ook wel een logische stap om opnieuw wat voor kinderen te gaan doen. Want u gaat varen voor UNICEF 3 maanden met een zeiljacht de Wereldzee over. En iedereen kan zeemijlen sponsoren en die gelden, dames en heren, gaan naar een schoonwaterproject van UNICEF in Zambia. Want daar is een groot gebrek aan schoon water. Maar vandaag, mevrouw Magies, bent u nog in ons midden. U bent prominent in ons midden. En namens de Nunense gemeenschap wil ik u heel graag zeggen dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om u te benoemen met de erepenning in zilver van de gemeente Nune, Gerwe en Nederwet. En ik hoop, mevrouw Magies, dat u deze onderscheiding, waarop staat, deze zilveren eremedaille, daar staat op aan de achterkant voor bijzondere verdiensten. En dat is het geweest. Van harte gelukkig. Pauwenzaal, al jaren, maar het is wel heel toepasselijk.
Ik wilde ook graag hier staan en niet daarvoor. Want ik vond het toch wel heel... Oh, jij doet plezier. En ja, er is heel veel gezegd. Je weet in dit vak nergens wordt zoveel over gepraat als over zulke zaken. Ik zal verder in het midden laten hoe het allemaal echt geweest is. Maar het was fantastisch en jullie allemaal bedankt voor jullie vertrouwen. En ik zie heel veel mensen vaak komen wel terug hier. Zo groot is het dorp. Dank jullie wel.